Vanavond namen de heren van Basta Sabam te grazen, de Belgische Buma Stemra. U weet wel, de organisatie die buurthuizen, kleine cafés en zelfs kinderdagverblijven een poot probeert uit te draaien omdat zij muziek ten gehore brengen. Eerder al had Basta de Vlaamse telecomreus Mobistar en de belspelletjes te kakken gezet. En vanavond was het dus opnieuw raak. En kijk maar goed, want het zou zomaar eens de laatste uitzending kunnen zijn. Zo lopen er in België inmiddels 4 rechtszaken tegen dit immens populaire programma. Omdat wij cultuur hoog in het vaandel dragen, organiseerden we optredens van Kimberly Clark, Ken Wood, Suzy Wan en Mr. Cocktail and the Party Mix. Van Sabam kregen we facturen in de bus voor in totaal 542,74 euro. Alleen waren onze artiesten niet aangesloten bij Sabam. Of nog niet. Wij komen om de aansluiting van een paar artiesten in orde te brengen. Ja, dat is wel een goede functie. Dat is Suzy Van. Ja, oké. Als we vandaag een optreden geven met deze artiesten, dan wordt dat doorgestort naar hen. Dames en heren, welkom Brussel! Hebben jullie er zin in? Ja, ik wou vragen wat de bedoeling was. Wat is, Wij organiseren een optreden van nieuwe artiesten vandaag. Ja. Dus 4 nieuwe artiesten, Kimberly Clark, Ken Wood, Mr. Cocktail and the Party Mix en Suzy Wan. En ze geven nu vandaag een klein optreden voor jullie. Oké, okay. Dat is tof, hè? Ja, dat is plezant. Waar zijn de mensen van Sabam? Dit optreden is voor jullie. Kom maar naar buiten, want hier komt Ken Wood. En dan vandaag voor jullie enkele plaatjes mixen. Aliepa, in de mix. Tot zover het Po-nieuws. Tot morgen.